Ja, ik krijg regelmatig de vraag van, is collectiviteit, zijn collectieve oplossingen, collectieve warmte en koude oplossingen niet uit de tijd? Is dat niet iets van vroeger? Nou, ik denk dat dat heel natuurlijk niet zo is. Maar dat mensen het dan vergelijken, zeg maar, gewoon met de klassieke verhalen over warmtenetten in Polen of zo, hè, waar je de raam open moet zetten als je het kouder wil hebben. We hebben natuurlijk in Nederland een groot aantal warmtenetten liggen, hoofdzakelijk in de grote steden. Ik denk dat je, als je naar de markt kijkt, dat er behoefte is aan een combinatie van grootschalige collectieve oplossingen, wat kleinerschalige collectieve oplossingen, maar ook individuele oplossingen. En dat zal door elkaar heen gebruikt worden. De uitdagingen waar we voor staan om dit droombeeld te realiseren zijn natuurlijk legio. Maar die zijn er ook om aan te gaan en aan te pakken. Als ik kijk naar waar het probleem zit, is het niet zozeer de techniek op zich. Het hoofdprobleem is organisatie en nieuwe financiële arrangementen om de kosten en baten van dit alles op een eerlijke manier te verdelen over de investeerders. Ik denk dat een hoop partijen begrijpen dat duurzaamheid de enige route is, maar tegelijkertijd ook worstelen met hoe ze dat nu in kunnen vullen. Warmte- en koude netten kunnen woningen en gebouwen veel energiezuiniger maken. Ik denk dat warmtedistributie, en dus de warmtenetten, zoals ik net ook uitlegde, gewoon een plek hebben, zeg maar, gewoon in een duurzame energievoorziening van de toekomst. Hè, om alle redenen. Nou, die warmtenetten, daar is nog enorm veel winst mee te behalen door die warmtenetten te verduurzamen. Nu wordt er energie, warmte gebruikt. Die komt van energiecentrales, elektriciteitscentrales. En de stappen waar wij nu mee bezig zijn, is die netten te verduurzamen door daar warmte te gebruiken, echte groene, duurzame warmte vanuit bijvoorbeeld een biomassacentrale. Of restwarmte uit de industrie. Of, weer een ander voorbeeld, geothermie. Nou, wil je dat soort warmtebronnen gebruiken in warmtenetten, in stadsverwarmingsnetten, dan kun je dat eigenlijk alleen in collectiviteit doen. Er zijn nu natuurlijk gewoon industriële processen die een restwarmtestroom hebben die niet benutbaar is. Nou, die restwarmtestromen hebben we. Die hebben we in de Bordlek, die hebben we gewoon rondom Rotterdam. Die zijn nog voor Amsterdam. Geldt ook maar voor Limburg overigens, waar nu nagedacht wordt over het benutten van die restwarmte. Als de energieprestatie, het rendement van dat systeem wezenlijk hoger is dan van de gangbare technieken die nu toegepast worden, ja, dan maak je daar gewoon een slag. Er ligt nogal wat infrastructuur in Nederland. Mm-hmm. Eneco heeft grote netten in Den Haag, in Rotterdam, Utrecht, Amstelveen. Mm-hmm. En die netten die liggen daar, die investering is gedaan. Als je nu binnen die netten kans ziet om de duurzaamheid op te krikken. Maar het kan ook een oplossing zijn, zeg maar, gewoon voor je zorgkant van installatie en onderhoud en iets wat je doet of storingsgevoeligheid. Dus het is ook een ontzorging van kosten en van gedoe. Mm-hmm. En het is een oplossing omdat het